Astrid. Hey. Hoi. Tini, hoi. Hoi, ik dacht al dat jij het was. Ja. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Met jou? Nou, niet zo goed, niet zo goed. Oh. Ik lig in scheiding, hè? Och. Wist je niet? Nee. Had je niet gehoord? Nee, nee, dat heb ik niet gehoord. Oh, ik lig in scheiding, ja. Jeetje. Ja, dat is behoorlijk kut, kan ik je zeggen. Ja, dat... Ja. Begrijp ik. Dan gaat je echt niet in de koude kleren zitten, hoor. Nee. Bedoel, je hebt natuurlijk allemaal wel eens wat. Wij hebben ook wel eens wat gehad, maar daar kom je dan uit. Tuurlijk. Toch? Tuurlijk, ja. Jullie hebben ook wel eens wat. Ik bedoel, ieder huisje hebt zijn kruisje, toch? Ja. 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 Maar, nou, dit keer... Hij is ontslagen. Zit al een jaar thuis, hè? Oh, nou... Dat... Wist je niet? Nee. Dat wist je niet. Nee, hij zit al een jaar thuis. Jeetje. Ja. Wat rot voor ja, je, dat is heel rot. Hij had losse handjes. Ja. Nou, en dan in tijden van crisis, 10 anderen voor jou, ja. Toch? Ja, zo werkt toch? Dat, ja. Hoe slim kun je zijn, ja. Hè? Denk ik dan. Ja. Maar goed, niet dat je moet niet denken dat hij thuis losse handjes had, hoor. Dat was niet... Gelukkig maar. Tegendeel, hij wou erop. Ja. Ja. 3 keer per dag. Alle standjes, alle hoeken van de kamer gezien. Tjonge, jonge, jonge. Op een gegeven moment was ik helemaal kapot van onderen. Ja. Ja, en wat doet meneer? Die gaat buiten de deur snoepen. Ja, nou, ja. Het sterkste zeg ja, nee, ik zeg opzouten. Opzouten. Nou, gelijk heb je. Toch? Gelijk heb je. Ja. Hé, hey, heel veel sterkte. Zullen we even een bakkie doen? Ik moet nog even aan de slag. Ik moet Jim nog ophalen. Ja, dus hoe is het met Jim? Goed. Ja. 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 Van de week, zullen we van de week even een bakje doen? Laten we houden contact. Ik weet waar je woont. Ja. Zo grapje. Oké. Sterkte. Yo.